Goedemorgen, het is vandaag zondag 6 oktober. Let niet op mijn huid, die haat mij met een passie op dit moment. Ik heb een uitbraak op mijn kin. Zo kun je zien, zelfs al woon je in het buitenland en draag je nooit make-up. Ze zeggen dat het make-up slecht voor je is, maar ik heb nog steeds rond dezelfde tijd uitbraken rond mijn hormonen. Dus ja, daar moeten jullie vandaag mee dealen, sorry. Ik heb net een video geëdit. Die zal al online staan als jullie deze video kijken. Dat is namelijk deze. En dit is de thumbnail daarvoor. Het is Action Snoep uitproberen. Ik had heel erg veel lol met het filmen en het editen hiervan. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden om te kijken. Maar zoals je misschien net al kon zien, is het momenteel 2:15 middags al. Dus ik kan niet goedemorgen tegen jullie zeggen, want dat is het niet meer en ik zie er alsnog zo uit. Maar dat komt omdat afgelopen is, sorry, ik sloeg mezelf op mijn been, dat klonk heel hard. Maar afgelopen week heb ik een abnormaal drukke werkweek gehad. Ik heb de afgelopen 2 dagen allebei 13 uur gewerkt. Dus je kan gerust zeggen dat ik helemaal kapot ben. Ik heb hoofdpijn, ik voel me heel slap, heel moe. Maar eigenlijk zou ik vandaag ook moeten werken en godzijdank gaat dat niet door voor mij en doet iemand anders dat. Omdat ik al heel erg veel ingepland was. Dus vandaag ben ik vrij, morgen ben ik vrij. Ik stond een beetje laat op omdat ik dus vannacht om 3 uur 's nachts of zo pas ergens thuis was uit werk. Wat ik vandaag heel erg graag wil doen als die klaar is met uploaden is zwemmen. Ik wil al de hele tijd het water inspringen. Het is de afgelopen dagen heel erg warm. Dus ik wilde heel graag zwemmen. Dus dat is wat ik ga doen. Helaas heb ik mijn GoPro niet meer. Die heeft Luc meegenomen. Want mijn GoPro deed raar. Wanneer ik hem uitzette, ging hij niet meer aan. Hij ging alleen dan aan als ik de batterij eruit haalde en weer erin deed. En dan ging hij weer aan. Dus dat was super vervelend. Dus. En hier zo op Aruba heb je geen reparatieservice of iets. Dus Luc heeft hem meegenomen om terug te brengen naar de winkel zeg maar, waar ik hem gekocht heb. Om te kijken of hun het kunnen repareren. Dus ik kan jullie niet meenemen vandaag het water in. Maar als het goed is, in november heb ik hem weer terug. Dus dan kan ik jullie weer mee het water innemen. Maar het plan is dus zwemmen, boodschappen doen en tanken voor vandaag. Ik weet het, niet een hele boeiende dag. Maar dit wordt een vlog van 2 dagen. Want morgen wil ik naar een piercingzaak. Want ik krijg de vraag heel veel van iedereen. Ik heb in mijn septum een labret zitten. Kijk, als ik zo duw, dan zie je het. Ik duw het balletje iedere keer terug, dan zie je het zo niet. Maar ik mis mijn septum ontzettend. Ik had het eerst gedaan voor dit bedrijf. Ook al was er niks over gezegd. Ik was het zelf vergeten te vragen. Dus voor de zekerheid had ik het maar gedaan. Maar ik heb mijn interview alles gedaan, gewoon met de septum piercing in. En nou is het zo dat Darlin, een van de mensen waar ik mee werk, die gewoon personeel is, die heeft ook blauw haar en tatoeage en alsnog wat. Dus het is zo te zien prima geaccepteerd. Alleen ik heb met mijn dom hoofd geen septum meegenomen en ik mis mijn septum ontzettend. Ik weet dat de meningen nogal verdeeld zijn over mijn septum. Er zijn genoeg mensen die er een hekel aan hebben, maar ik hou ervan en het is onderdeel van mij gewoon. Ik mis het ontzettend. Dus we gaan morgen naar een piercingzaak om septum te kopen. Morgen wil ik ook heel erg graag naar Palm Plaza. Want ik heb namelijk al een paar keer nou een tip gekregen wat super fijn is. Ik wil gewoon een paar leuke souvenirtjes kopen van die stands, van die stomme dingen zeg maar. Ik wil graag zo'n Aruba shirt of trui. En dat schildpadarmbandje dat ik had gefilmd kan ik niet uit mijn hoofd krijgen. Dus die wil ik ook heel erg graag. En dat kan nu, want ik heb nu extra inkomsten zeg maar gekregen doordat ik de afgelopen tijd een paar tips heb gekregen wat echt voor mij heel erg scheelt in verband met boodschappen en zo. Dus dan kan ik daar iets leuks mee doen. Dus daar heb ik zin in. Daar kan ik dan een septum van halen en wat leuks doen. En misschien gaan we morgen ook naar de Joker. Want ik lees er alleen maar goede dingen over. Haat me niet, maar ik hou eigenlijk helemaal niet van superheldenfilms. Maar de trailer ziet er ook heel anders uit. Heel depressief. Meer als een drama, hele donkere drama. En daar hou ik heel erg van. En voor zover de trailer eruit ziet, zit er niet van die wah, tja, wah in, zeg maar, waar ik niet van hou. Die zinloze actie, die veel te lang duurt, terwijl je al weet wie er gaat winnen, zeg maar. Sorry, dat is mijn mening. Iedereen mag houden van wat hij wil, maar deze Joker film lijkt meer op wat ik leuk vind. Dus, en de bioscoop hier in Aruba is zo absurd goedkoop. Dus misschien gaan we dat doen. Maar dat weet ik nog niet. Dan kijk ik vanavond wel eventjes. Of in elk geval misschien morgenochtend zelfs. Want ja, ik ben de hele tijd
een beetje dood. Ik ben heel even snel aangekleed. Ik werd net ontzettend ziek, dus ik heb overgegeven en ik heb een koude douche genomen. En ik voel me nu wel oké, maar nog steeds niet heel goed. Maar ik wil gewoon heel even graag het water in. Dus ik heb heel snel badpak aan, jurkje aan en we gaan nu rijden. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We zijn hier weer, dit keer weer op een andere plek geparkeerd. Tegenover dit prachtige bouwsel komt weer een nieuw hotel. Kijk eens hoe groot, joh. Het staat er nergens op. Maar ik sta nu bij de Pure Ocean Parking. Het staat op dat bord daar, maar die kan je net niet zien. Ik weet dat het misschien een beetje saai is dat ik iedere keer bij Phoenix ga zwemmen. Dat begrijp ik. Alleen, Phoenix is een super chill strand. En ik wil gewoon even lekker relaxen. En dan vind ik Phoenix het fijnst. Er zijn hier heel veel mooie stranden die heel druk zijn. Of er zijn hele rustige mooie stranden. Maar daar kun je niet echt chill zwemmen. Dat is meer snorkelen. En heb je meer een aardige stroming, zeg maar. En dit is gewoon een heel chill strand waar het vrij rustig is en waar je gewoon lekker kan liggen en hangwangen. En dat is wat ik nu heel erg graag wil doen. Dus vandaar dat we weer bij Phoenix zijn. Ik ga erheen lopen en even lekker zwemmen. Daarna gaan we langs de Superfood, want die is hier vlakbij. En dan doe ik morgen wel tanken. Dat lijkt me praktischer, want vlakbij die piercingzaak is het tankstation waar ik ook eens naartoe ga. Dus dat is het plan. Zijn we weer Pure Ocean en ik ben vergeten om de vloep op de camera te doen, dus jullie horen de wind weer. Superfood rijden. Zoals je kon zien, of juist niet, er was een hele gekke krab. En ik wilde heel erg snel mijn camera pakken om het te laten zien. Alleen toen was hij alweer terug in dat gat gegaan, jammer genoeg. Maar die was echt heel erg cool. Het heeft me echt oprecht heel erg goed gedaan. Even lekker in de zon en in het water. Dus ik ga nu naar Superfood boodschapjes doen. En dan gaan we weer naar huis. Zijn we weer bij de Superfood en het is natuurlijk zondag, wat ik was vergeten, dus het zal super super druk zijn. Dus ik schakel sowieso over naar mijn mobiel, want dat vind ik wat prettiger, want dan voel ik me iets minder ongemakkelijk. En ik zal mijn best doen om dit keer te onthouden om wat meer te filmen in de Superfood. Ja, dus we gaan overschakelen naar mijn mobiel. Gewoon pepernoten. Het was echt ontzettend druk. Jullie hebben al een beetje kunnen zien net bij mijn mobiel wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb nu ook geen zin om het allemaal uit te halen, maar ik heb Brie gekocht die in de bonus was. Dus daar heb ik super veel zin in, want ik heb al heel lang geen Brie meer op. En dat had ik eerst elk weekend. Plus, ik heb weer mijn druifjes. Oh, ze zijn zo lekker. Naar huis rijden en ondertussen druiven eten, sowieso. Ik weet dat vandaag heel erg saai was. Sorry, ik moet mijn haar echt heel nodig wassen. Maar ik wist dat ik ging zwemmen, dus dat doe ik zo. Maar ik weet dat vandaag niet heel interessant was. Ik wou heel eventjes nog wat beelden laten zien van de wedding waar ik gisteren heb gewerkt. Want dat was namelijk op Renaissance Island. Dat staat ook wel bekend als Flamingo Beach. En dat was best wel cool. Daar gaan jullie meer vlogs van zien in de toekomst. Want
de laatste 2 dagen dat ik hier op Aruba ben, gaan we daar verblijven. Dus dat is wel heel erg tof. Dan gaan we bij een Renaissance hotel verblijven. Met we bedoel ik en Luc. En dan gaan we ook 1 dag naar het eiland. Gewoon lekker om toerist te zijn en lekker niks te doen. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Vooral na het zien van het eiland. Ook al kon ik er niet echt van genieten omdat ik aan het werk was. Maar ik heb heel even snel tussendoor een paar stukjes gefilmd met mijn telefoon om aan jullie te kunnen laten zien. Trouwens, wat ik ook heb gevonden is dat je hier op heel veel plekken je haar kan laten invlechten. En ik zit er serieus over na te denken om dat te gaan doen binnenkort. Dus misschien, als jullie dat leuk vinden, kan ik dat ook vloggen. Laat het me even weten hieronder in de reacties. Want dan ga ik op zoek naar iemand die mijn haar kan invlechten hier zo. Want dat leek me wel leuk. Misschien alleen aan de zijkant of zo. Ik weet het niet. Maar het leek me wel leuk om te doen. Ik ga even filmpje kijken, slapen en morgen gaan we dus allemaal leuke dingen doen. En dan ga ik jullie meenemen. Goedemorgen. Ik heb mijn haar gewassen. Zoals je kan merken ben ik weer net wakker. Ik ga me zo aankleden. En we gaan zo op weg naar Oranjestad. Gaan we naar Black Sheep om een piercing te kopen. Waar ik heel, heel, heel erg veel zin in heb. Dan wil ik misschien naar Laura's Beauty Salon and Supplies. Darleen, waar ik mee werk, die heeft gezegd dat ze daar zo een keer heeft gezien dat ze Manic Panic en zo hadden. Dus ik wil heel even kijken of ze iets hebben voor mijn haar. Want de kleur... Op camera ziet het iedere keer nog iets wel beter uit. Sorry, het is echt één... Mijn haar is hier één grote pluizenbol. Als ik hier in Aruba met de luchtvochtigheid. Maar ik haat de kleur. Ik heb uitgroei. Ik word er helemaal gek van. Ik zit al de hele tijd grappen te maken van... Dan is het plan om even terug naar huis te gaan. En even te kijken waar ik zin in heb. Oh, en tanken trouwens op de terugweg. En dan gaan we misschien naar Palms Plaza. Gaan we misschien naar de film The Joker. Of gaan we misschien zwemmen. Ik weet het niet. Het hangt er even vanaf waar ik zin in heb. Want ja, het duurt weer eventjes voordat ik weer vrij ben na deze dag. Dus ik wil even kijken hoe ik mijn dag wil invullen. Maar we gaan nu sowieso naar Oranjestad om naar Black Sheep te gaan. Kijk naar deze muggenbult. Even serieus. Ik zit er echt helemaal onder. Onder zulke grootte. Het doet echt pijn en het jeukt en het is niet leuk. En ik weet, voordat mensen het gaan zeggen, ik weet dat heel veel muggen hier in Aruba ziektes hebben. Maar ik denk dat ik op mijn lichaam op dat moment echt een stuk of 50 heb. Dus we zullen vanzelf zien of ik ziek word. We staan vlak bij de Chinese supermarkt geparkeerd. Vanaf hier is het maar 7 minuutjes, 8 minuutjes ongeveer lopen. Naar Royal Plaza heet het volgens mij, waar Black Sheep zit, dat winkelcentrum. Dus daar gaan we nu even heen wandelen. Aan het einde hier zo is het. En als het goed is, zijn ze open. Ook al ziet het er heel donker uit. Everybody could make a wrong turn. You waver and slip and you get hurt. But I'm here, so don't you worry. Cause you know I'll be there in a hurry. Dit was degene die ik het mooiste vond. Ze hadden veel meer, alleen deze vond ik het mooist en hij is echt goud. Ook al, ik vind dat wel, hij is wel echt mooi, vind ik. Ik ben er blij mee. For someone to give me help, all I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself from you and nobody else. Tankstation en dan gaan we even lekker tanken. Ik was mijn haar elastiekje vergeten, dus ik zweet me nou nog meer.
de pleuris. Maar even tanken en dan gaan we even een pitstop maken thuis. Drinken, nieuw water koud zetten en de was erin gooien. Thomas, goed? Goed. Lekker volle tank, heyo. En weer naar huis rijden. Even snel een pitstopje thuis. Even druifjes eten en koud water drinken. En even tot rust komen. Ik moet zo heel even de was erin gooien. Over Black Sheep waar ik ben geweest. Hier zo zie je waar die is. En de reviews dingen en zo. Ik moet zeggen, de man die mij hielp was heel erg aardig. Alleen ik vond de shop... het is niet wat ik zelf gewend ben bij... waar ik altijd naartoe ga, naar Lina. Die is super, super goed. En heel erg behulpzaam. Heel vriendelijk met uitleggen over maten, over soorten piercings en zo. Ze hadden wel aardig wat opties en hij was aardig. Ja, hij was niet heel duidelijk in wat het beste zou werken voor mij. En hij deed de piercing erin en liet het ook niet aan mij zien of zo. Ik moest daarna zelf, wanneer ik klaar was, kijken wat het was geworden. Hij hield geen spiegel voor of zo. Allemaal zo'n soort kleine dingetjes, weet je wel. Maar op zich was vriendelijk. Ik ben voor dit kleine gouden ringetje uiteindelijk gegaan. Ze hadden alleen de zilver in 1.6. Dit is in 1.2. Dat is gewoon wat subtieler. 1.6 is gelijk weer een stukje dikker. Wat ik normaal gesproken niet erg zou vinden. Maar aangezien ik hier natuurlijk werk, is dat wel iets waar ik over na moet denken. Maar ik ben er heel erg blij mee. Ze hadden hem alleen in het goud helaas, niet in het zilver. Maar hij is heel subtiel, dus het valt ook niet heel erg op van afstand. En de laatste tijd draag ik ook heel veel goud, dus dat werkt. De was zit erin. Ik ga zo gewoon heel eventjes normaal lunchen. En ik ga naar de Joker, want ik heb er zin in. En het kost maar 6 euro om hier naar de bioscoop te gaan. En het is een hele luxe bioscoop, dus dat is super chill. We gaan dan zo op weg, als de was klaar is, gaan we op weg naar Palm Plaza. En ik weet dat de vorige keer dat ik had gefilmd, hadden we geparkeerd bij Palm Plaza. En dat is $1 voor een dag, wat natuurlijk super goedkoop is. Maar je kan bij de Hyatt op 5 minuten afstand lopen, gratis parkeren. Dus dat ga ik doen. Cheapskate. En dan gaan we weer naar die kraampjes, want er zijn een paar dingetjes die ik wil kopen. Dus ik ga jullie weer meenemen naar die kraampjes daar zo. Want bij die kraampjes is het goedkoper en kun je beter omhandelen dan bij die winkels die je zag in Oranjestad. Die I Heart Aruba winkels. Die zijn over het algemeen wat duurder dan die kraampjes van mensen die het zeg maar op straat verkopen. Was klaar, allemaal opgehangen. Laten we er eentje kopen. De bioscoop in Palm Plaza is Caribbean Cinemas. 1 volwassene is 12 Florijnse, Arabische florijn. En dat is 6 euro omgerekend. Dus dat is niet duur. Ik stond eigenlijk op het punt om te vertrekken. Maar zoals je misschien hoort, regent het best wel hard. Maar mijn kamer is nog droog. Dus de aanpassingen werken volgens mij. Sommige mensen vroegen van jullie, werkt de tv nog? Ja, hij werkt. Ik weet niet hoe, maar hij werkt. Maar ja, het regent momenteel eventjes. Dus we wachten nog even voordat we gaan rijden. Want meestal in Aruba regent het maar heel eventjes heel hard. En dan is het daarna weer droog. Ik heb nu de plug op de camera zitten. Dus ik weet dat de audio wat geroffeld klinkt nou. Ik heb het getest, maar het is nou eenmaal zo... Het is nou eenmaal zo. Maar het is vooral chill omdat we zo buiten aardig wat gaan lopen. En dan kan ik gewoon praten. En volgens mij gaat het werken. Dus we gaan het gewoon testen. Als het niet werkt en de audio klinkt heel slecht, dan halen we hem gewoon weer af. Maar dit is even een test. We gaan nu naar Hyatt Hotel rijden. Want daar tegenover is een gratis parkeerplaats. Dan vanaf daar gaan we naar Palm Plaza lopen. En dan gaan we een beetje rondneuzen. Ergens misschien even wat te eten halen. Het is date night met mezelf zeg maar vandaag. Dus we gaan samen ergens eten. We gaan naar de Joker. Ik heb er zin in. Let's go. Trouwens tip, als je langer in Aruba blijft. Caribbean Cinemas is super koud in Palm Plaza. En onderhand ben ik een echte Arubaan aan het worden. Ik sterf daar oprecht af. Dus ik heb 2 vestjes dit keer mee. Want toen ik met Luc ging had ik er 1 mee. En toen had ik het alsnog heel erg koud bij mijn benen. Dus 1 ga ik over me heen leggen en de ander ga ik aandoen. Dit is de snelste weg in Aruba. Hier mag je 80 rijden.
Het is ook een van de weinige wegen waar staat hoe hard je mag rijden. We zijn er. Dit is dus een gratis parkeerplaats tegenover de Hyatt. Ik wist het zelf ook niet, want er staat namelijk daar een paying station. Maar het is dus gratis. Dat ben ik achtergekomen via mijn werk, zeg maar, die hier ook vaker parkeert. Het waait heel erg, maar ik zit weer lekker vol. Het was wel een stuk duurder dan de Mac die vlak bij mijn huis zit. Maar dat is logisch, want dit is natuurlijk een veel toeristischer gebied. Nu 11 minuutjes lopen naar Palm Plaza. Dit is een andere zaal dan de vorige keer. Deze is een stuk groter. Ik ben nog alleen, dus ik kan praten tegen mijn mobiel. Ik zet op mijn mobiel, want de camera werkt nooit in de bioscoop. Waar gaan we zitten? Midden achterin, denk ik. Helemaal alleen. Eigen drinken. Eigen snoepjes mee naar binnen genomen van de Jumbo. Goedkoper. And all the magic of the movies. Also available for 3D movies. Nou, de film is klaar. Ik ga nu naar huis rijden. Insane. Ik kan denk ik een uur praten over deze film. Hoe erg It 2 in mijn laatste vlog tegenviel. Hoe geweldig deze Joker film was. Maar deze film. Perfectie. We gaan er thuis verder over hebben, want ik moet naar huis rijden. En ik moet heel nodig plassen, want ik ben heel stom geweest en ik ben niet naar de wc geweest. Dus we gaan nu snel rijden voordat ik in mijn broek plas. Nou, zoals je misschien door had en meteen nu door hebt, is het audio een stuk beter. Excuses daarvoor. Het werkt dus niet. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Ik ga daar naar kijken. Maar ik had al een einde gefilmd voor deze video en ik ging al lekker klaar voor bed, zeg maar. Alleen toen kwam ik erachter dat de audio zo slecht was. Dus sorry daarvoor. Nou is dat fluffje van de camera af. En als het goed is, kun je me nou weer normaal horen. Heel even snel nog over de Joker film. Ik vond hem super, super goed. Het was inderdaad een donkere drama. De acteur was geweldig. En wat ik vooral echt heel, heel erg tof vond, naast het geweldige acteerwerk, was de uitlichting van deze film. Curse of the Belichter heeft gekozen voor orange en teal als het kleurenschema van de Joker. Dus elke scène was orange en teal uitgelicht. En dat was zo mooi. Elke fotograaf en videograaf weten dat orange en teal complementaire kleuren zijn. Dat ze mooi samenwerken. Maar het was echt als thema gekozen voor deze film. Dus eigenlijk elk shot zag er daardoor prachtig uit. Ik weet dat veel van jullie dat niet interesseert, filmdingen. Ik zit er de laatste tijd over na te denken om misschien een movie review-achtig kanaal of iets te gaan maken. Omdat ik er heel erg hou om over te praten. Maar ik weet dat heel veel van jullie het echt niks boeit. Maar dat is heel eventjes in het kort wat ik van de Joker vond. Hij is super goed als jij houdt van donkere drama. Het is heel erg donker. Het is over de vorming eigenlijk van een seriemoordenaar. En hoe dat in iemand zijn hoofd kan gaan. En ik vond het super goed gedaan. Met dat gezegd te hebben, laten we in het shoplog gedeelte duiken. Want ik heb een aantal dingen gekocht. En het leek me leuk om die aan jullie te laten zien. Als eerste ging ik naar een kraampje waar ik heel erg graag deze schildpad wou kopen. En ik weet dat heel erg veel van jullie me hiervoor gaan judgen dat ik deze heb gekocht. Want ik weet het, ik ben 23 en ik heb een knuffel gekocht. Maar ik slaap thuis altijd met knuffels en ik ben die van mij vergeten. Ik heb er geen enkele meegenomen en ik had er echt oprecht last van. En deze had ik nu al een aantal keer gezien. En ik vind hem gewoon super cute. Hij is oranje, ze hadden ook een blauwe variant.
En op zijn schild staat Aruba geborduurd. Hij is super zacht en ik vind het leuk dat hij heen en weer floepelt. En ik heb gewoon nu een knuffel waardoor ik oprecht een stuk beter slaap. Dus hier ben ik heel blij mee. Maar bij dit kraampje kon je vanaf $15 pinnenpas. En ik had geen contant. Dus toen heb ik nog iets erbij gekocht. Alleen dat is een souvenir voor mijn vader. Ik wist nadat ik het al had gezien dat ik die voor hem wilde halen. Alleen eigenlijk was het plan om dat later te kopen. Alle souvenirs voor iedereen. Alleen ja, omdat ik toch een bepaald bedrag moest hebben. En ze hadden bij die kraam het item dat ik wilde kopen voor mijn vader. Dus die heb ik daar ook gekocht. Maar die ga ik niet laten zien. Want ik weet dat mijn vader af en toe mijn vlogs kijkt. En ik denk niet dat hij wegklikt als ik het hem vraag. Dus die krijg je niet te zien, vader. Dan ook wat ik ergens halverwege de video al liet zien. Heb ik deze lepel gekocht. En deze is voor mijn oma. Ik was eigenlijk op zoek naar een zilver lepeltje voor haar. Maar ik kwam deze tegen. Deze is van porselein. Er staan schildpadjes op en bovenaan zie je Aruba staan. Waarom was ik op zoek naar een zilver lepeltje? Vroeger maakte ik altijd, poetste ik altijd de zilveren lepeltjes van mijn oma. Alleen ik heb hier wel zilverkleurige gezien. Alleen die waren allemaal plastic. En dit was de eerste die ik tegenkwam in porselein. En ook de enige in deze winkel. Voor de rest heb ik ze nergens gezien. Dus ik heb hem maar gelijk meegenomen voor het geval dat... Want dat was er maar één. En ze waren verder nergens. Dus dit is het souvenirtje voor mijn oma. Dus moeder, als je deze video kijkt, laat deze video niet aan oma zien. Of klik hier weg. Want ik kreeg laatst een heel leuk WhatsApp filmpje van mijn moeder. Dat mijn oma me succes wenste. Super fijn, denk ik. Ja, zit op. Hoi, jongen. Soepje erbij. Dus dat is wel heel erg fijn. Tof. Super. We zitten jouw filmpje te kijken. Oma's apen trots op jou. Maar goed, dat ook groetjes! Doe ze de box op! Doei! Dan de laatste drie items zijn kleding. Komen wel van twee verschillende plekken. Als eerste heb ik deze trui. Hij heeft een hele nare geur. Dat komt door de winkel. Ze hadden daar volgens mij iets van wierook of een oliebranden. En dat was echt een hele vieze geur. Maar dat is mijn mening. Maar dat is deze trui. Deze heb ik dus echt gekocht voor in Nederland. En dit is tie-dye. Zoals je ook in mijn beelden kon zien van vorige vlog en deze, zijn ze hier helemaal fan van tie-dye. Wat ik geweldig vind, want ik hou van tie-dye. Alleen in Nederland is dat niet zo'n ding meer. En hier heel erg, dus ik vind dat geweldig. En deze is blauw met paars en er staat geborduurd Aruba in One Happy Island. Wat je hier zo overal ziet staan. Het is echt geborduurd. Wat ik heel erg tof vond. Want hij was helemaal niet zo duur voor een trui. En ik heb hem in een maat L genomen. Zodat hij lekker oversized is. Dus ik heb zin om deze in Nederland te gaan dragen. Dit zijn echt van die truien waar ik in leef in Nederland. Hij is ook nog eens namelijk lekker zacht van binnen. En dan zeg maar als ik thuis ben of ik ga bijvoorbeeld naar school. Legging aan, zo'n trui aan en I'm ready to go. Dan doe ik liever geen moeite. Dus ik weet dat ik deze heel veel ga dragen. Dan bij de andere winkel heb ik twee items gekocht. Als eerste heb ik deze trui gekocht. Dit is echt met een capuchon. En hier zo staat ook op Aruba One Happy Island. Alleen dan in witte letters. En dit is een sticker. En hij heeft zo'n kangoeroebuidel. Waar je allebei je armen doorheen zou kunnen doen. Mocht je dat willen. Deze is wat heftiger tie-dye, zeg maar. Die heeft alle kleuren van de regenboog. Deze had je kunnen zien in mijn vorige vlog. En dat ik er verliefd op werd. En nu heb ik hem dus meegenomen. Nou moet ik zeggen, dit is niet zeg maar normaal. Ik ben niet van plan om zoveel uit te geven elke maand. Überhaupt is dit al mijn tweede maand dat ik hier ben. Vorige maand heb ik helemaal niet zulke dingen gedaan. Maar deze week, zoals ik had gezegd, heb ik aardig wat tips gekregen. En ik wilde gewoon mezelf deze dingen cadeau doen. Want dat maakt mij blij. En dan als laatste bij diezelfde winkel waar ik net die trui had gekocht, heb ik dit shirt gekocht. En die heeft dezelfde tekst erop staan, alleen dan in zwarte bedrukking. En dit is een t-shirt. Zelfde kleuren tie-dye. Lekker vrolijk. Ik word hier heel erg blij van. Deze kan ik ook gewoon hier dragen met een fietsbroekje. Dus ja, dat zijn de items die ik heb gekocht. Ik moet zeggen dat ik echt heel erg heb genoten deze twee dagen. Nou ja, gisteren was natuurlijk niet heel boeiend voor jullie. Maar vandaag, ik ben blij met mijn septum. Het was een lekker chille dag. Ik heb rustig aangedaan en alsnog heel erg veel gedaan en heel erg veel plezier gemaakt in mijn eentje. Af en toe, als ik eerlijk ben, vind ik het lastig om hier alleen te zijn. Maar zoals bijvoorbeeld vandaag, dan vind ik het heel erg fijn. Want ja, dan ben ik vrij en dan kan ik gewoon helemaal zelf plannen op mijn ritme waar ik zin in heb, waar ik naartoe wil. Dan vind ik het heel erg prettig. Alleen af en toe natuurlijk is het best wel eenzaam hier.
Maar vandaag heb ik genoten en ik vond het leuk om ook weer te vloggen. Dus ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Excuses voor de audio, gaat niet meer gebeuren. Ik weet nou dat het niet goed werkt, dus dan doen we dat niet meer. Dat was het dan voor deze vlog. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren, dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte van al mijn video's in de toekomst. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!